Zijne demissionaire excellentie minister Jan Kees de Jager is te gast bij Room for Discussion hier op de economiefaculteit van de UvA. Hij is in het Hol van de Leeuw omringd door veel economische know-how en het is de vraag of de interviewers hem het vuur aan de schenen gaan leggen over zijn economische beleid. Het is allemaal heel spannend, hè? Spanje, 5 voor 12, de banken staan om omvallen, maar zijn ze too big to fail? Dat is eigenlijk de vraag. Pleisters plakken schijnt niet meer te helpen, dus we zijn toe aan een Europese hartoperatie. Ik vraag jullie eigenlijk om een hartelijk applaus voor Jan Kees de Jager. Het was van tevoren vrij spannend om te doen, een interview hier met de minister. Wij vonden het zelf wel vrij goed gaan. De minister is eigenlijk altijd vrij open in zijn praatje. En kan er eigenlijk altijd veel details brengen. Kan er ook een mooi verhaal van maken en dat is toch een leuke gast. Ik vond een paar keer, dan gebruikte hij wel rapporten selectief, zeg maar. Wat hij ons verweet, maar volgens mij was hij juist selectief aan het shoppen. Dus in die zin sprak hij er af en toe omheen, ja. Dus is het goed dat af en toe studenteneconomie hem aan de tand voelen? Want hier zat heel wat know-how in de zaal natuurlijk. Ja, ik denk dat ons voordeel is dat we economisch misschien iets onderlegder zijn dan de dagelijkse rubriek. Dus ik hoop dat we daar iets in hebben kunnen halen. Dus waarom luisteren we de ene kant wel naar de CPB en nu dan weer toch niet? Nee, het Centraal Planbureau geeft geen adviezen of je wel of niet moet bezuinigen. Het Centraal Planbureau geeft onafhankelijke cijfers. En zij hebben in september, was er nog geen aanleiding inderdaad om extra te bezuinigen, dat klopt. En de bonnetjesaffaire moest achterwege blijven? Ja, je bedoelt over de tabaksding. Ja, daar hadden we nog heel lang over getwijfeld of we dat wilden doen inderdaad. We wilden vragen naar de bonnetjes over de haring, want de haring was gisteren voor een recordbedrag geveild. Maar de minister kwam helaas een kwartier te laat binnen en daar hadden we een kwartier minder om met hem te praten. Anders had ik graag een leuke vraag over de haringbonnetjes van hem gesteld. Die hopen dan dat je de markten ook zonder bezuinigingen kan overtuigen, dat je later alsnog heel hard gaat bezuinigen. De manana-politiek. En de financiële markten geloven niet meer in die manana-politiek. Jan Kees de Jager kan eigenlijk hele grote problemen vrij makkelijk uitleggen. En ik denk dat voor studenten vrij interessant is. Het is ook nog een vrij jonge politicus, minister. En dat zien studenten graag, denk ik. Ik denk dat het een goede minister van Financiën is, dus eerst zien hoe de verkiezingen gaan en dan ik ben benieuwd hoe het gaat lopen.